Yo Nintendo fans! In de vorige Splatoon video heb je kunnen zien dat de drie kleuren oorlog, grondoorlog nog niet echt lekker werkt. Laten we gewoon naar de normale gevechten gaan. Gewoon klassiek, 4 tegen 4, kijken of we dan wel een paar potjes kunnen winnen. Als jij denkt dat ik kan winnen, doe het duimpje omhoog. Als je geen duimpje omhoog doet, dan denk je blijkbaar dat ik ga verliezen. Oké, daar gaan we jongens, daar gaan we. Eerst eens even lekker hier alles verven. Volgens mij heb ik deze nog niet gespeeld. Volgens mij is dit een nieuwe map. Ik ken deze denk ik nog niet. Maar eerst even ons eigen stukje verven. Zo. Hotse flots. Oh, lekker. Lekker, lekker overal inkt gooien. Dan is dit in ieder geval van ons. Dat is belangrijk. Is belangrijk, jongens, om alles te verven. Want soms kan je verliezen of winnen. Oh, op 1%. Ja, top. Dat is als je de map nog niet kent. Lekker begin wel. Nou, dan kan ik in ieder geval hierboven ook nog een beetje verven. Jongen, jongen. Oké, maak hem kapot. Ah, oh my gosh. Ons team wordt helemaal gesloopt. We zijn naar de haaien. Dat zegt niks. Het eerste minuutje kan altijd heel slecht gaan. En dan vervolgens kan je gewoon nog even je best doen. En gewoon lekker winnen. Dat kan gewoon in Splatoon. Zo gaat dat. Zo gaat dat wel vaker. Als je tenminste niet in het water valt. Net als mijn teammate en ik net deden. Oh, wow, oké. Wat sta je hier te doen, vriend? Wat sta je hier te doen? Sta je een beetje te wachten tot ik eraan zou komen? Dat is niet de bedoeling, hè? Hier is nog iemand! En ik mis weer. Mijn motion control aim is nog niet echt on point, moet ik eerlijk toegeven. Gaat nog een beetje matig allemaal. Goed, we hebben in ieder geval een klein stukje weer teruggewonnen van het gebied. Oké, ik heb iemand... Ja, ik had iemand met mijn granaatje gekild. Lekker, man. Die stond daar een beetje niks te doen weer. Heerlijk. Moet die vaker doen. Ik kom je helpen, lekker. Daarachter staat er nog één. Komt ie, ja, lekker een beetje achteruit lopen. Dat was een double kill, heerlijk. Zo zien we ze graag. Zo wil ik er meer zien. Zo zie je maar. Nu staan we misschien wel een klein beetje voor. Misschien wel. Laten we het hopen. Ik ga even proberen daar een granaatje te gooien. Zo, dan is dat gebied in ieder geval weer van ons. Daar komt er weer iemand aan. Ik ga weer achteruit lopen, die hebben we. Daar is ook weer iemand. Die moeten we ook even pakken. Oh, maar uitkijken voor zijn granaatje. Ik weet niet waar die is. Oké, ik ga wel deze kant op. Ik ga wel hier verven. Helemaal goed. Mijn teammates mogen die andere pakken. Let's go. Oh, niet op mij. Ik zie helemaal niks. Ik stond tegen een muurtje aan of zo. En de camera die ging niet lekker mee. Hopelijk overleven ze het en kan ik naar ze toe. Ja, lekker. Oké. Nice. Oh, die moet ik pakken. Ik moet hem pakken. Ja, ik heb hem, denk ik. Volgens mij was het mijn kill. Of ze hebben me geholpen, maakt niet uit. Let's go, hierachter nog één. Ja, deze winnen we. Na een hele beroerde en slechte start pakken we... Ja, we pakken duidelijk de winst. Heerlijk, deze is voor ons. 56 tegen 38. Woep woep. Zo doen we dit. Slecht begin, maar goed eindigen. Dan win je gewoon. Maar we gingen wel lekker, jongens. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon, zoals altijd, bij de volgende video. Mazzel!